Happy Gamers, welkom bij deze video. Ik heb heel goed nieuws vandaag. Ik ben namelijk Twitch-partner. Dat betekent dat ik een partnership heb met. Juist. Dat ik dus een partnership heb met Twitch. Dat betekent dat er dus nu ook geabonneerd kan worden op Twitch. En in deze video laat ik jullie dat eventjes een beetje zien hoe dat allemaal werkt. Um, als deze video online komt, dat is dan vandaag natuurlijk zondag. Het uh, is nu half elf en ik denk dat als ik hem. Ga uploaden dat het om 12 uur is. Dus het is ongeveer een anderhalf uur geleden opgenomen. Um, dan laat ik jullie eventjes in deze video laat ik jullie eventjes zien hoe ja, Twist er een beetje uitziet natuurlijk. De, voor de meesten die kennen dat denk ik al. En hoe dat subscriber werkt. Dus uh, hopelijk hebben jullie de zin in, ik wel. Want uh, ja, ik ga jullie gewoon een beetje uitleggen hoe dat allemaal zit. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we eerst even switchen naar het scherm. Hoppakeer. Zoals je ziet, zijn we hier nou op het scherm van Twitch. Nou. Hartstikke mooi, laat ik even full screen doen. Dit is dus eigenlijk waar je alles uh, ziet wanneer ik live ben, uiteraard. Dit is dan op de computer, hè. ik laat het ze ook eventjes op de telefoon zien. Um, dit is dus de chat hier. Hallo, als het goed is, heb ik ook een prachtige badge. Kijk, zie je dat? Ik heb een prachtige badge, ik ben een subscriber. Geen idee waarom ik dat ben, maar goed, het zal wel. Um, als we dus eventjes naar beneden gaan scrollen, dan heb je hier dus allemaal hele grote knoppen zoals je ziet. Wie ben ik, doneren, abonneren, Twitter, Steam, Groep, Facebook, YouTube, specs en commando's. Nou, doneren dat, dat klinkt voor zich, als je daarop klikt dan word je doorgeleid naar um, de donatiepagina. En als je dan hier op abonneren drukt, dan uh, kun je een abonnement afsluiten. Maar voordat we dat gaan doen, voordat we daar gaan klikken, laat ik jullie dat eerst eventjes zien. Zoals hier staat, door te abonneren op mijn Twitch-kanaal, support je de stream. Er zijn verschillende abonnementen die je kunt kiezen. Twitch herinnert je door middel van een mail, wanneer je abonnement verloopt. En dan kun je ervoor kiezen of je, er, of je het wel of niet door wil zetten. Als je namelijk wil abonneren, dan kun je uh, eigenlijk drie verschillende abonnementen kiezen. Wil je elke maand betalen? 5 euro. Ja, 5 dollar, dan is ongeveer 4,6 euro of zoiets. Um, wil je per drie maanden betalen? Dat is volgens mij een tientje. Dus ongeveer 9 euro drie, 9 euro per maand, of per drie maanden aan hè, per drie maanden. En dan heb je nog uh, een, een abonnement voor uh, elke zes maanden. Dus dan betaal je elke zes maanden betaal je 25 euro, oftewel 24 euro vier zoiets. Wanneer je dat doet, dan speelt je mij natuurlijk heel erg mee. Daar wil ik jullie dan ook heel erg voor bedanken. En dan staat hier dus zo. Hierdoor krijg je veel extra's. Je krijgt nooit reclame. Een unieke badge voor je naam, afhankelijk van je abonnementenperiode. Want ja, nou, ik ben al net een subscriber, dus dan heb je een blauwe badge. Maar we hebben ook een, een, nee, een blauwe, een bronzen, een zilveren en een gouden Ligt er natuurlijk aan hoe lang je al gesubscribed bent. Dan is natuurlijk de, nog de unieke emoticons. Uh, die werken op dit moment nog niet. Uh, die moeten we nog eventjes doorvoeren naar Twitch. Dus uh, die werken als het goed is vanaf volgende week. Die laat ik jullie natuurlijk niet zien, want dat is natuurlijk alleen voor subscribers. Um, je hebt meer kans op giveaways, want dat heb ik namelijk ingesteld, als je subscriber bent dan heb je veel meer kans op de giveaways. Uh, je hebt ongelimiteerd song requests kun je aanvragen. Nou heb ik uh, ervoor gezorgd dat uh, kijkers, gewoon normale kijkers, die kunnen maar één nummer per keer aanvragen. En subscribers die kunnen ongelimiteerd, dus ze kunnen zoveel muziekjes aanvragen wat ze willen. Moderators die kunnen er volgens mij vijf. En that's it, eigenlijk. Dan heb je nog een grotere kans dat ik je zie in de chat. Dat heb ik uh, bij mijn eigen filter heb ik dat neergezet. Dat kun je hier nou natuurlijk niet zien. Maar dat komt ook omdat je hier dan een badge hebt achter je naam. Of voor je naam. Dan is er een eerdere invite voor games. Want als er uh, heel wat subscribers zijn. Ik weet niet of het ook nou, daadwerkelijk wel gaat lukken. Uh, dan ga ik een keertje op één avond. Dat alleen subscribers mee mogen doen aan Farming Simulator 17 Multiplay. Ik zeg maar wat. Dan mag niemand anders meer doen uh, dan mogen alleen de mensen die gesubscribed zijn, die mogen dan meedoen. Voorlopig doe ik dat nog niet, uh, maar als er wat meerdere uh, subscribers zijn, waar ik jullie heel erg voor wil danken, dan uh, gaan we dat doen. En dan kan ik hier natuurlijk ook instellen van uh, de langzame modus. Als ik een langzame modus is, want je hebt natuurlijk eigenlijk wel eens dat de chat als een malle helemaal wild wordt, als ik dan langzame modus doe, Ehm, um, daar kunnen normale kijkers, die kunnen eigenlijk maar één keer in de zoveel tijd een berichtje plaatsen. En subscribers, die kunnen gewoon normaal chests plaatsen, zoals ze gewend zijn. Um, en je krijgt meer blokpunten per 10 minuten. Als je net subscribt, dan krijg je volgens mij honderd... 100... Ih, boy en die strok. Als je net subscribt, dan krijg je volgens mij 100 nieuwe, 100 punten erbij. En elke 10 minuten krijg je iets van 9 punten, in plaats van 3 van een normale kijker. Uh, maar als we dus eventjes hierop klikken, dan worden we doorgeleid naar het abonnement. En nou, zoals je hier ziet, ik ben nou een eigen subscriber. Dus. Ja, ik kan het niet zien. Tenzij ik uitlog, dan kan het wel. Maar hier zie je dus: je probeert van de volgende directe ondersteuning van het kanaal. Geen advertenties, badges, Hier zie je dus uh, de badges: kun je kunt een klein beetje zien. Chatten in mijn abonneermodus. Dus dan kan ik ervoor kiezen dat alleen subscribers mogen chatten en andere mensen niet, bijvoorbeeld. En je hebt geen chatvertraging, want dat kan ik ook instellen. Natuurlijk is er voor Twitch is er ook een app. Dat kun je gewoon op je telefoon downloaden. Uh, ik weet niet hoe dat allemaal precies werkt op, op, op Twitch zelf. Maar hier ben je dus eigenlijk op het homepagina van uh, Twitch. En dan heb je natuurlijk hier bovenin heb je een iTje. Als je dan op dat iTje drukt, dan klikken we daarop. Heb je dus hetzelfde wat je net ook zag. Op de computer. Als je dus naar beneden gaat, en naar beneden staat doneren en abonneren. Dus als we even op abonneren drukken, moet je natuurlijk wel doen. Kijk, er dus staat de pagina openen. Dan gaan we door naar uh, Safari. Hoppakee. En dan kun je dus hier ervoor kiezen om een abonnement af te sluiten. Um, hij zegt nou openen in app, maar dat maakt niet heel veel uit, want uh, het is eigenlijk de abonneerknop die staat ook gewoon onder de livestream als je de livestream aan het kijken bent op je telefoon. En dat is eigenlijk een beetje het abonneren. Um, dan heb je dus een prachtige badge. Je mij je krijgt allemaal vele extra's. En naarmate er meer dan subscribers zijn, dan wil ik dat ook namelijk verder doorpakken. Um, dat is natuurlijk gewoon op www.twitch.tv/slash blogginggames, Als je daar naartoe gaat, dan kan dat. En als we heel even gaan uitloggen, dan laat ik jullie dat direct even zien. Um, uitloggen. 1, 2, 3. Hoppakee. Kijk, dan heb je hier dus het volgende knopje. En het abonneer knopje. Dus als we eventjes op abonneren gaan en druk op abonneren, uh, dan kun je dus wat ik dus zei. you need a free account. Dus dan moet je eerst eigenlijk inloggen. Dan kun je dus voor kiezen. wil jij per drie maand. wil jij per zes maand. of nee, wacht even, wil jij per maand, per drie maand of per zes maand, wil je betalen? Dat ligt natuurlijk helemaal aan jezelf. En wat ik ook al zei. Um, Mocht je willen zeggen van, ja, hey, ik wil het eigenlijk wel een maandje doen, dan kan dat. Want op een gegeven moment zegt Twitch van, ja, hey, uh, je abonnement verloopt bijna. Zou je het willen doorzetten of zou je het willen stoppen? En als je het stopt, is er niks aan de hand. Je zit nergens aan vast, in ieder geval. En daarmee is het dus eigenlijk een beetje een, 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 een uitlegvideo over de abonnementen. Uh, ik ga daar nog verder uh, bij in natuurlijk, in de livestreams. Dan komt je naam natuurlijk ook in beeld natuurlijk. En mocht je hebben gesubscribed, ontzettend bedankt daarvoor. Daar wil ik jullie dan ontzettend voor bedanken. En... Dan hoop ik dat ik jullie vanavond zie bij een gloednieuwe livestream. Met Farming Simulator 17 Multiplayer in een nieuwe map. Dus hopelijk zie ik jullie dan vanavond om half acht. Met Farming Simulator 17 Multiplayer. Of misschien dat ik vanavond live ga. Ik weet het niet. Kalm.